zo. Auw. Ik zie het. Oh, het is zo. Oefenen. En dat is mama. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers, ja. En we zijn een weekendje weg bij Landal de Schatberg. In de mooie Zevenum. We hebben geslapen als huisjes. Heerlijk bedje. Het was een lekker warm huisje. Ik heb het saunetje al aangezet. Vader en zoon trekken zich nog even terug in de sauna. Want over 20 minuutjes komt er iets op tv. De Kids Top 20. Dus nou, kijk gezellig mee. Nee. Hij is nog veel te lauw. Voel eens eventjes. Ik had hem op 80 graden gezet. Oh, kijk, maar dat bedoel ik. Hij is uit. En hij moet aan. We gaan chillen. Tot straks. De jongens zijn herboren teruggekomen uit de sauna. En ja, het is begonnen. De Kids Top 20. Maar we hebben hier een beetje sneeuw. Ik zit er helemaal klaar voor de Kids Top 20. Alleen het is hier wel een beetje boerland verbinding, zeg papa. Ja, raar. Want het beeldscherm is een beetje sneeuwerig en we krijgen het niet helemaal scherp. Dus we hebben het niet helemaal scherp, maar we kunnen het wel zien hier op vakantie. Ja, de keel is nog steeds een beetje rauw, zoals je wil horen. Jouw liedje Duimpje Omhoog, zou die er nog in staan in de lijst? Dat denk ik niet, maar ik denk het andere liedje wel. Volgens mij is het een regel. Volgens mij is het sowieso dat er geen twee liedjes in één lijst mogen staan. Nee. Maar de meisjes die zijn hier lekker aan het kleuren. Kijk. Die zijn allemaal een beetje hoesterig en een beetje aan de keel, zoals jullie horen. Priscilla had ook een klein beetje pijn in de keel zijn, hè? Hand voor de mond, hè? Ik zie een lekker bammetje. Een lekker bammetje van papa. Dat is lekker. Mooi tekenen. Oh, Priscilla gaat ook weer heel mooi tekenen. Kunnen we wel even lekker het gordijn open doen? Oh, kijk eens jongens, wat een mooie wereld buiten. Het heeft een beetje gevroren, zoals jullie zien. Mooie ochtend. Ja, dauw is het niet. Het is IJssel. Zie je dat, Luxie? Mooi, hè? Echt een beetje een winters landschap, zoals jullie zien. Je staat op 3. Duimpje omhoog staat op 3. Nou, ik vind dat toch nog wel. Wauw. Nog steeds. En we zijn er. Yay. Op de nummer 1. Wauw. Leuk, hè, jongen? Ja. Luan Bellinga, Coole Piet, cadeautjes van Sint, nummer 1. Wauw. Hé, hey, dat was super cool, hè? Dat was echt heel erg cool. Ik vond het vet leuk en vet cool om gewoon weer op de Kids Top 20 te staan. En echt zeker... Ik weet niet wat ik moet zeggen, echt dankjewel voor al jullie reacties. Ik moet wel echt vet erg boffen. En ik vind het gewoon te cool. Je vindt het echt cool, ja. Ik vind het zo leuk om op de Kids Top 20 te staan. Super. Nou, dus echt dankjewel. Een dikke kus. Ah, schatje. Nou papa, nu gaan we naar het... Ja, wil jij nou 5 minuutjes met papa naar de sauna? Ja. Nou, ik was net met Luan even 5 minuutjes. Gaan we even voelen of hij je warm vindt? Warm. Is hij lekker warm? Nou, ja. Wij gaan even samen ook chillen. Hè? Ook wij lekker met ons 2 5 minuten quality time in de sauna. Toedeloe. Springen. Spring zijn we klaar. Spreken. Nee, dat hoeft niet, schatje. Oh, jeetje. Want we gaan niet in de sauna filmen. Tot straks. Nou, na de ochtend wellness en bubbelbad en de sauna, is het even tijd voor Bollo, disco en het huisje. Komt ie. Dat is echt. Nou, lekker dansen, papa gaat even afwassen. Zo, nou, Luxie heb ik even lekker op bed gelegd. Ze doet even lekker haar middag, tutje. En ik ga even genieten van een optreden van Luan en Priscilla. En Bollo lopen bij zijn vriendjes.
Wow! Inmiddels zijn wij lekker aan het tafeltje beland. En gaan we even een gezellig spelletje spelen. Wat gaan we spelen, kinderen? Beste. Beste? Ja, gaan toch niet beste? Nee, zo heet het niet beste. Want wat is beste, jongens? Beste is een spel. Oh, een spelletje pesten. Oké. Okay. Mag jij iedereen 7 kaartjes geven? Gaat Lucilla delen. Hier zie je een, wat plaatje stelt? Een hartje. Hart. Dus dan kan jij iets van een hartje kan je opleggen. Of het hartje zelf. En het spelletje is wie het eerst alle kaarten op heeft. Goed? Oké, okay, goed. Mama kan ook. Heeft de aas. Nou, Lucilla weer. Wat past die? Kijk, het is een klavertje. En het is geen aas, dus ik kan niet. Moet je even kijken. Hé, Lucilla. Ah. Luxie, kom hier bij mama. Luxie. Hey, er is iemand wakker. Och, schatje. Mama, nu ben ik aan de beurt. Ja, dan mag jij. We zijn een spelletje te spelen. Mama legt een schop op. Oh, yeah. Ja. Goed. Ik heb hem. Nee. Kom hier pakken. Ik heb ook geen. Nee, dan moet je hem pakken. Oh, ik heb geluk. Ja, maar ik ben aan de beurt. En ik doe er een joker op. Oh, mama. Nou, ik kan niet. Dat figuurtje heb jij. Zie je dat? Kan je deel van? Dus. Mama. Ik ga. Nee, mama kan weer niet. Ik ga winnen. Ik kan! Ja. Heb je een 6? Nee. Dan moet je weer inpakken. Mama kan ook niet. Luan, jij bent. Kan jij? Ja! 6. Wie heeft er gewonnen? Ik! Luan! Luan! Yeah! Volgende potje winnen wij, hè? Even lekker hapje te eten in ons gezellige huisje. En ik heb wat lekkers meegenomen volgens mij. Even kijken. Waar heb ik het gelaten? Staat het er nog in? Ja, kijk. Profijtjes! Maar dan moeten we wel een magnetron hebben. Een magnetron? Ah, hierboven. Oh ja, daarboven is een magnetron. Nou, dan ga ik even lekker poffertjes maken. Heb je daar zin in? Ja! Hoppatee. Luxie poffertjes. Luxie ook. Gaan jullie dan maar even een bordje pesten? Maar ik ga maar de poffertjes maken. Ik ga nou een lekker bordje poffertjes maken. En dan gaan we even lekker eten. Goed. En dan gaan we zo meteen spelen bij iets heel leuks. Bij Mattel. Mattel zijn we al anderhalf jaar geleden hebben ze er ook al geweest met de opening ervan. Dat is heel erg leuk. Dan kun je met Thomas de Trein spelen. Met Bob de Bouwer kan je spelen. Met Angelina Ballerina. Paw Patrol. Wat hebben ze nog meer? Die boot, hoe heet dat bootje ook alweer? Elias, de boot. En dan hebben ze allemaal al die leuke speelfiguurtjes van de televisie. Kan je daar echt mee spelen. Zo, ik heb even een groot bord in de magnetron gezet. Dan gaan we even verdelen over de bordjes. Dus jij ook een lekker poffertje. Nou, een beetje heet hoor. Willen jullie de poedersuiker op? Stem niet zo gek. Willen jullie de poedersuiker op? Ja. Ja? Ja? Oké. Okay. Dank u. Alsjeblieft. Luxie, lekker slaapje gedaan, hè, Luxie? Is Luxie weer helemaal opgeladen? Ja. En het stekkertje. En het stekkertje, ja. Maar waar was vader? Lekkere poffertjes, even met de honden. En ik heb mooie droombeeldjes gemaakt. Oh ja, mooie droombeeldjes. Heel lekkere poffertjes, Luxie. Nou, smakelijk. Smakelijk. Dit is een dokter prikspelletje. Oh. Oeh. En we hebben hier de viruskaartjes. En de prik. Spuiten, die is al klaar. En de hoeksteen. Dat is een enge prik. Silla heeft er ook al last van. Ik heb er ook last van. Dus ja. Misschien kan dokter Prik Luan ons genezen van onze stem. Van de vorst van de grondstem. Het is de prik. De prik? De prik. Wat betekent de prik? Mama's bil. Zo, en daar zijn papa's lieve meisjes. Ach, ik weet er wel voorzichtig hoor. Het is glad stil dat hout. Zo, Luxie. Mooi weertje. Zullen wij gaan wandelen, Lucilla? Laten de auto bij het huisje staan. En dan gaan we wandelen, goed? Want het is prachtig weer. Mag ik fluiten? Ja hoor. Op naar
Matel. Zo, we gaan deze kant op, de binnendoorweg. Ja, papa weet de binnendoorweg. We laten de auto lekker staan en waar wandelen we naartoe? Prachtig weer, naar Matel. Ja, nou, half uurtje speedwalker. We gaan over een bruggetje, zie je dat? Wauw, dat is mooi. Mooi, hè? Nou duiken nu voor 50 cent. Nee, dat doet hij niet. Dat trapt hij niet meer in, hè, jongen. Dat trapt hij niet meer in. Kijk, ze zijn ook aan het waterskiën, of hoe heet dat, mama? Watersurfen. Ja, met zo'n dingetje. Winterpak aan. Boom. Nou, en daar is nu aan de dijkloper. En weer van de dijk af, jongen. En daar is het Bollo-huisje. Dag, Bollo. Leuk, hè? Leuk zo, hè? Een multifunctionele kinderwagen. Nou, papa, mama speedwalken door, hè? Ja. Nou, en ons speedwalken is geëindigd bij het Fun & Entertainment. Mag jij de kaarten aan de kassa je vergeven? Want hier mogen we naar binnen. Twee volwassenen en drie kindjes. Ja. Dat klopt helemaal. Dan mogen jullie aan die kant naar binnen toe en wens ik je heel veel plezier. Dankjewel hoor. Zo, ja, Luxie weet het natuurlijk nog niet dat we hier zijn geweest. Nou, Luxie was nog zo klein. Maar kijk, Luxie, zullen we eerst naar Angelina Ballerina gaan? Ja. Kijk, hier hebben we Angelina Ballerina. Kijk, ja, gaan we verkleden? Luxie, wat mooi! Wat ben je mooi! Wauw! Mooi! Mooi hoor, hartstikke mooi! Goed hoor, papa! Die kan drummen natuurlijk, hè? Ja, Rick van Varen. Kijk, daar hebben we de trein. En dit stationnetje vonden ze helemaal leuk vorige keer, hè? Oh, dat gaat goed. Hey, goed reis. Dag, Luxie. Doei. Hé, rijbewijs van papa. Geef even een rijbewijs. Hé, Theo. Kom even stoppen. Oké. Hij was niet zo hoog, hè? Oeh, goed zo! Goed zo! 1, 2. Oeh! Boom! Oeh! Ik ben helemaal niet klaar! Oeh! Je haar met status. Ik moet werken voor de ijs! Ja.
40,50. Alsjeblieft.
leuk? Ja, hoor. En wat vonden jullie het leukste? Alles. Eigenlijk alles. Maar alles? Wat ik vooral het leukst vind, Thomas de Trein en Brandweermansel. En Brandweermansel, je hebt hele zweetkoppie. Wat ik leuk vind, Marina, Angelina en Brandweerman en Thomas en Waterbouwer. Eigenlijk alles. Vond Luxie het ook leuk? Ja, volgens mij vond Angelina Ballerina was ook wel erg favoriet bij Luxie, hè? Vond ze meedansen, hè, schatje? Ik ben nog steeds een beetje een schorre keel, maar Luxie is heel erg verkouden, zoals jullie hebben gezien. En Lucille heeft een klein beetje last van de keel. Ze zijn niet allemaal helemaal optimaal, maar het was wel echt weer een geslaagd middagje spelen. Luxie, nu gaan we even lekker een hapje eten in dit, volgens mij is het een Mexicaanse restaurantje, of niet? Ja, helemaal ja. Wel langslopen. We zitten in de Mexicaanse. Ja, het ABC-restaurant is dit. En het is een restaurant met allemaal verschillende restaurantjes in het restaurant. Zeg maar. We zitten in het Amerikaanse gedeelte. We beginnen in Mexico. Mexicaanse gedeelte zitten we nu. Ja, we gaan lekker wat eten. Oké, okay, kom maar. Ja. Maar we mogen dus bij alle buffetten. Ja, dus overal, bij alle restaurantjes zijn er buffets en dan mag je langslopen. Nou, allemaal een bordje. Mexicaanse wrap-pannenkoek. Wrap en dan kan je eten. Nou, de kinderen gaan proberen een Mexicaanse wrap. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even de duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik hieronder op het belletje. We zien je graag morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Adios, amigos. Nee, adios, amigos. Als Mexicaans. Voeg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.